groot pak erbij. De collega's stappen van de fiets, rennen en lopen de fiets voorbij en krijgen de wachten te wachten. Het is alleen maar nep. Hartstikke nep. En boeien veilig af. En zoals je ziet, ze gaan heel voorzichtig om met de verdachten. Dat doen we ook in het dagelijks leven als we een echte boef hebben. Dus we zijn niet zo hardhandig met de verdachten bezig als men denkt. De collega's zijn niet gezien hebben dat u een strafbare tijd begint. De collega's gaan nu wederom een demonstratie laten zien waarbij de twee vormen wordt uit. Je ziet dat de fietsen zeg maar in de twee vormen afgezet. En de verdachte is brutaal. Ik denk, ik ga de collega's intimideren. En de collega's zien in ieder geval de twee verdachte over de fiets. En hij is kansloos. En als je niet oppast, dan mag je naar de tandarts om een nieuwe set tanden te bestellen. Wij zijn er vlakbij. U zit regelmatig in de wijk, collega's van de bikes, in het kader van de komende dagen overzien. De donkere tijden komen eraan. En de inbrekers die er een extra zakcentje hebben voor het vieren van de feestdagen. Dus, ik zou zeggen, blijf alert, hou de deuren en ramen gesloten. Zie iets als ik me niet vergis. Ik zou zeggen, kijk maar. De verdachte heeft wederom de politie in de gaten en die zegt, denk ik, ga er vandoor. Mij hebben ze niet gezien. Kijk, zie je? Het is alleen maar show. Nou, je ziet de fiets tussen de benen van de verdachte gereden. Voorste collega legt aandacht af. En de collega die de fiets tussen de benen heeft gefietst, die trekt hem achterover over het stuur. Zie je? Je ziet helemaal niks. En dat vertelt die meneer ook door de microfoon. In alle gevallen zag je dat de verdachte niet agressief is. Het is ook een verhaal van mij. Niet agressief. Zie je dat? Kijk, ik kijk naar de politie door. De collega's komen ter plaatse. De aandacht wordt afgeleid.